Deze reportage wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen. Welkom bij de boekpresentatie van Nienke Fluitman, Gebaar met elkaar. Nou, we gaan er vandaag alles over horen. Ik kan u al vertellen dat ze er heel hard aan gewerkt heeft. En dat het heel fijn is, ook voor haar, dat u in zo'n grote getal hier vanmiddag naartoe gekomen bent om haar hart onder de riem te steken. Vorig jaar kreeg ik een herseninfarct, vertelde Nienke Fluitman aan de zaal. De angst en het gevoel van onmacht in de eerste weken gaven Nienke de laatste zet om haar ruwe idee voor een communicatiemethode om te zetten in een boek. Het boek is een praktisch hulpmiddel voor mensen die hun spraakvermogen verliezen, zodat ze via gebaren kunnen communiceren. Maar nu, het moment. Mooi strik eromheen. Ja. Dus na al die jaren, hier is die. Ja. Het eerste exemplaar van Nienke's boek Gebaar met elkaar werd overhandigd aan Mireen Minnaar, teammanager Zorg en Welzijn in Meizo-Oosterheem. Hoe leuk zou het zijn dat je voortaan een plek als dit binnenloopt en dan op de koffietafels deze kaart tegenkomt. En iedereen die dan de tekening nog net niet snapt, die scant even die QR-code en die trekken we dan wel over de streep. Maar jullie weten nu het gebaar zelf al, dus als jullie nou een paar kaarten meenemen en ze overal neer gaan zetten, dan weet ik zeker dat we samen die olievlek kunnen gaan uitbreiden en dat we met z'n allen dat gebaar gaan maken. Dus ik ben erg benieuwd naar het gebaar voor mensen die wat ouder zijn, wat slechter kunnen horen, dat het nu gebarentaal is, dat toepasbaar is voor hen. En dat het boek bevat instructies voor het gebruik van 220 unieke gebaren, alledaagse zinnen en praktische scenario's. Deze reportage werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen.